De gemeente Teylingen is bezig met de aanleg van de noordelijke randweg Voorhout. De weg vormt een nieuwe verbinding vanaf de Noordwijkse golfbaan aan de Schie naar de momenteel in ontwikkeling zijnde woonwijk Nieuwboekhorst ten noordwesten van Voorhout. De noordelijke randweg zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het centrum van Voorhout, de Herenstraat, en voor een betere bereikbaarheid van Teylingen en de regio voor auto, fiets en openbaar vervoer. Dit is de zijde van de woonwijk. Nieuwboekhorst wordt de nieuwste uitbreiding van Voorhout. Het gebied van ongeveer 40 hectare ligt tussen de noordelijke randweg, de spoorlijn, Beukenrode, Boekenbruglaan en de N444. De komende maanden wordt stap voor stap een visie op het gebied ontwikkeld. Daarbij is het belangrijk dat Nieuwboekhorst straks goed aansluit bij het bestaande dorp. De naam Nieuwboekhorst suggereert dat er eerder een Boekhorst geweest is. Dat klopt. In 1272 bouwde graaf Boekhorst op deze plek een kasteeltje. Tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twisten is kasteel Boekenburg verwoest. In de eeuwen erna bewerkten boeren het land tot een vruchtbare plek. Nu krijgt de plek waar het historisch landgoed lag een volgende bestemming, Nieuwboekhorst. Van het landgoed...